Welkom bij TV Maastricht. Zometeen kunt u kijken naar een impressie van de eerste dag van de Inkom, gevolgd door Weekendlui. Maar nu eerst het nieuws met Caroline Hermans. Geen woorden, maar daden voor Maastricht Studentenstad. BV Limburg stelt plannen uit en Gert Leers op spirituele tour. Goedenavond dames en heren, dit is het nieuws van dinsdag 19 augustus. De Inkom is begonnen en de stad barst weer van de studenten. Aanleiding voor de Partij van de Arbeid om aan de bel te trekken. Want 8 maanden geleden heeft de gemeenteraad het actieprogramma Student en Stad vastgesteld. Maar daar is in de praktijk nog niks van terechtgekomen. Zo is er nog geen keurmerk voor studentenhuisvesting en is ook de International Students Club nog niet van de grond gekomen. En daarom wil de partij van het college van burgemeester en wethouders weten wat het gaat doen om de voorgenomen plannen op korte termijn te realiseren. Het Limburgs parlement houdt komende vrijdag een extra vergadering naar aanleiding van de Russische boycot op Nederlandse landbouwproducten. Op initiatief van het CDA wordt besproken wat de gevolgen hiervan zijn voor de Limburgse landbouw en of en hoe de sector kan worden geholpen. BV Limburg stelt de presentatie van haar plan voor Magisch Maastricht uit. Komende vrijdag zou BV Limburg bekendmaken wat de plannen zijn voor het kerstevenement. Eerst wil de organisatie het gesprek aangaan met Vrijthof Mooi, dat nu Magisch Maastricht organiseert. Begin vorige maand maakte BV Limburg bekend Magisch Maastricht over te willen nemen en het te willen verbeteren. Dit tegen het zere been van Vrijthof Mooi, omdat zij niet van tevoren waren ingelicht. SBS neemt deze week in Maastricht een pilot-uitzending op van het programma So You Think You Are Spiritual. Komende donderdag wordt het tv-format getest in Villa Canjol aan de Meersenerweg. Kandidaten moeten een jury overtuigen van hun spirituele kwaliteiten. In de jury zit onder meer oud-burgemeester en oud-minister Gert Leers. Deze week tijdens de Inkom een vijfluik van achtergronden over Maastricht, een internationale studentenstad. Vandaag deel 2. Het is vandaag dag 2 van de Inkom en al die studenten die moeten natuurlijk ook ergens wonen. Een deel heeft al een kamer, maar een deel ook nog niet. Waar slapen die? Hostel Stay OK zorgt voor tijdelijke matrasjes en daar zijn we vandaag. We hebben een afspraak met Luc, de manager van Stay OK, en hij vertelt ons over de studenten die hier slapen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel studenten slapen hier nou? Zo vanavond, ik denk zo rond de 35, 40. De hele week? De hele week, ja. De meeste mensen die komen hier naartoe omdat ze nog geen kamer in Maastricht gevonden hebben. Blijven bij ons overnachten en gaan dan iedere dag gaan ze kijken naar een kamer. En zijn het dan voornamelijk Nederlandse studenten of buitenlandse studenten? De studenten die we nu huisvesten zijn meestal buitenlandse studenten. De Nederlandse studenten hebben toch meestal al een kamer gevonden. Maar de buitenlandse studenten hebben daar iets meer problemen mee en willen zich eerst een beetje oriënteren hier in de stad. Om te kijken waar ze precies komen te zitten. En wat kost dat nou om hier te slapen? We hebben speciale studentenbedrieven. Studenten krijgen korting bij ons. Dus nu betaal je ongeveer €22,50 voor een bed, inclusief ontbijt. En wat krijg je dan? Dan krijg je een bed op een gedeelde kamer. Dus je slaapt wel met meerdere studenten meestal op een kamer. Je kunt hier 's morgens vroeg in onze openbare ruimte kun je ontbijten. Nu wil ik zo'n kamer wel eens zien. Kan het? Jazeker, geen probleem. Okay. Het is nog best wel vroeg. Ja. En het is natuurlijk feesten voor die studenten. Liggen ze nog te slapen? Ja, ze liggen nog te slapen. Ja, we zitten helemaal vol, dus ik kan jullie geen kamer laten zien die helemaal netjes gepoetst is. Maar ja, deze kamer is bezet door een zestal Duitse studenten. Ik ben benieuwd. Ja, ja. Goedemorgen. Ah, het ruikt lekker fris al. Goedemorgen. Nou, zo is een kamer eruit bij Stay OK. Ja, daar is deze iemand al wakker. Is gebruikt, ja. Ja. Die zijn er al uit en deze ligt nog ligt een beetje op apengapen. Goedemorgen. Hoi. Hoe gaat het? Goed. Beetje brak?
Klein beetje. Is het wel lekker slapen hier in COK? Ja, goed te doen nog. Vandaag weer feesten? Ja, zometeen weer. Het is alweer veel te vroeg eigenlijk, veel te laat. Nou, blijf nu maar even liggen dan. Dus je hebt dan stapelbedden? Ja, we hebben stapelbedden op de kamers. Mensen moeten zelf een eigen bedje opmaken. Wij bieden die service ook aan, kost €5 meer, dan maken wij het bed op. Maar studenten kijken toch op centen, dus meestal willen ze zelf de bedden opmaken. Ja. En als zij nou straks weer gaan feesten, wordt er hier dan ook even gepoetst? Ja, dan maken wij de kamer schoon, zover dat mogelijk is. Want er liggen natuurlijk behoorlijk wat spullen in de kamer. En als zij straks terugkomen, dan is de kamer weer fris. STOK werkt samen met Jules. En Jules is een organisatie die zich inzet voor studenten. En zo helpen ze studenten, met name buitenlandse studenten ook, bij het vinden van een kamer of een appartement. En ja, voor studenten die uit het buitenland komen is het natuurlijk een beetje lastig om met je bed en met je klerenkast en al hier naartoe te komen. Dus ze regelen ook gemeubileerde woningen. Wij hebben een afspraak met Karin van Jules en zij gaat ons meer vertellen. Jullie regelen slaapplekken voor studenten. Ja, onder andere. Ja, deze week is extra druk hier. Want je ziet het, de inkom is gestart. Maar dat betekent niet dat iedereen al een slaapplek heeft gevonden. Sommige mensen zijn tijdelijk ergens ondergebracht en zoeken nog naar permanente huisvesting. Kunnen we eens gaan kijken naar zo'n woning? Ja, natuurlijk. Nou, ben benieuwd, daar gaan we. Hoeveel studenten huisvesten jullie nou? Per jaar zo'n 800, denk ik. Het is dit jaar weer drukker dan vorig jaar. En het fluctueert een beetje, dus juli gaat het nog wel. Maar in augustus gaat het helemaal los. Gaat het helemaal los, ja. Maar dat zijn voornamelijk buitenlandse studenten? Ja, het grootste deel van onze klanten zijn buitenlandse studenten. Maar er komen ook steeds meer Nederlanders die dat wel prettig vinden om even geassisteerd te worden bij het vinden van een kamer. Nu is het zo dat ongeveer 50% van de studenten die aan de Universiteit van Maastricht studeren uit het buitenland komt. Dus dat is een behoorlijke doelgroep. En ja, die moeten allemaal ergens wonen. Hier is het. Oké, dit pand. Ja, hier wonen 14 studenten. Allemaal buitenlanders? Nee, er zitten 2 Nederlandse studenten in. Ik kan jullie wel even een kamer laten zien. Niemand thuis volgens mij. Voor de zekerheid. Deze kamer is helemaal ready to go voor de nieuwe student. Is dit dan aankomen? Zijn deze meubels door jullie geplaatst of zijn die van de student zelf? Nee, deze zijn van de student zelf en die heeft hij overgenomen van de vorige huurder. En dan moeten we natuurlijk zorgen dat het allemaal netjes wordt opgeleverd, dat de kamer opnieuw geschilderd wordt, netjes schoon is. Nou, en vervolgens kan de nieuwe student dan arriveren. Is er nou veel verschil tussen hoe een buitenlandse student woont en hoe een Nederlandse student woont? Nou, je hebt typisch Nederlandse studentenhuizen, zeg maar de dispuutshuizen. En daarvan is bekend dat het één grote puinhoop is. Maar de buitenlandse studenten kunnen er ook wat van. Dus eigenlijk volgens mij zit er geen verschil in. Je hebt hele keurige huizen en huizen waar het jarenlang hartstikke netjes is. En dan komen er 2 mensen in en die doen nooit de afwas en verpest het alles, zeg maar. Nou, dit ziet er heel netjes uit. Maar dat komt misschien ook omdat degene die hier woont er nog niet is. Misschien moeten we over een paar maanden nog eens terugkomen en kijken hoe het er dan uitziet. Ja. We hebben veel ervaring met ouders die zeggen, mijn kind is anders, die houdt alles schoon. Maar na een paar maanden wil je heel graag de foto's een keer opsturen naar het thuisfront, hoe het is geworden. En doen jullie dat ook? Nee, dat doen we nooit. Ja. En hoe zit het qua budget? Hebben buitenlandse studenten meer te besteden dan Nederlandse studenten? Ja, over het algemeen wel. En tussen nationaliteiten merk je ook een verschil. Wie zijn het rijkst? Er zijn, ja, ik moet niet te veel generaliseren, maar er zijn veel Duitse studenten met een hoog budget. En we zien ook veel mensen uit Wallonië met een relatief hoog budget. En verder zit het een beetje in de middenmoot. Maar mensen uit Azië hebben over het algemeen een heel laag budget. Dus daar proberen we altijd wel rekening mee te houden als mensen komen. Ja. Nou, bedankt dat we even mochten kijken. Maar hoe zit het nou eigenlijk? Is er een tekort aan kamers? Nou, er is niet echt een tekort aan kamers, want we hebben nog genoeg kamers in ons aanbod en we kunnen ook iedereen wel plaatsen, denk ik. Alleen
iedereen wil natuurlijk in het centrum op het Vrijthof wonen voor €300 in een gemeubileerde kamer. Ja, en dat is natuurlijk heel moeilijk te vinden. En dat wordt steeds moeilijker te vinden naarmate de start van het academisch jaar dichterbij komt. Dus het is wel paniek. Nu paniek en door het jaar heen valt het wel mee. Precies. Nou, het is te hopen dat de studenten zo snel mogelijk een kamer vinden, degene die er althans nog geen hebben. Maar eerst kunnen ze nog even lekker feesten deze week. Morgen een nieuwe aflevering van dit Vijfluik. En dan gaat Lieselot op zoek naar antwoord op de vraag wat de meerwaarde is van lid zijn van een studentenvereniging. En tot zover het nieuws van vandaag. Na de reclame kunt u nog kijken naar een sfeerimpressie van dag 1 van de Inkom met daarna Weekendlui. Programma's ziet u terug via onze Facebookpagina of op rtvmaastricht.nl. Bedankt voor het kijken, een hele fijne avond en graag weer tot morgen.